Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life, nummer 65. Leider of leider over je eigen gezondheid. Een prachtig gesprek met Richard de Let. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Wilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen. Vandaag een hele bijzondere podcast, namelijk met een zeer inspirerende man die mij in mijn hart geraakt heeft. Want deze man is een man met een missie en daar word ik zo blij van. En niet een kleine missie, een waanzinnige missie die helemaal aansluit bij de missie van Wilna.nl. En dat is dat hij, ik zoek het er even bij, want dat zijn grote getallen. 1 miljoen mensen in 2020 een gezonder en beter leven. Nou ja, ik sluit me daar natuurlijk volledig bij aan. Deze man die heeft meer dan 7 bestsellers even uit mijn hoofd gemaakt. Geeft maandelijks prachtige lezingen. Heeft het oersterk merk. Echt oersterk zijn. Nou, hoe fantastisch is dat neergezet. Waar ze al honderdduizenden mensen mee in een gezonder leven hebben gezet. Ja, ik ben natuurlijk waanzinnig dankbaar dat Richard vandaag hier ook mijn luisteraars en mijn kijkers weer een beetje groter, een beetje wil helpen in het sterker maken van een gezonder leven en het bewustzijn vergroten. Dus Richard, welkom. Dankjewel, mooie woorden. Ja, dat verdien je ook. Wat ongelooflijk fijn dat je er bent. Dat je de tijd neemt om nog meer mensen te inspireren, want dat is volgens mij echt wat jij doet. Ik zag ook op je website staan, I'm a man with a mission. Ik ben een man met een missie, dus je ziet me overal. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Er komt een nieuw boek deze week van je uit. Kan je daar al iets over vertellen? Zeker. We hebben de primeur, dames en mensen. We hebben de primeur. Ja, dat is de Oersterk Journal. Een enorm vernieuwend leefstijldagboek. En dat is interessant ook als je kijkt naar eigenlijk mijn eerste boek kwam uit Oersterk op 12 juni 2012. En ik heb de illusie gehad, als je mensen de juiste kennis geeft, dan kunnen mensen dat zelf oppakken en gebruiken om hun gedrag positief te veranderen, bij te sturen. Maar ik kom erachter, inmiddels dus na 8 boeken, dat mensen dat niet kunnen. Mensen steeds terugvallen in oude, vaak ongezonde patronen. En dat mensen alles wel weten, of heel veel weten. Wij ook continu die mensen die informatie geven en die kennis. Maar dat het mensen niet lukt om het blijvend in hun patronen, hun leefpatroon te verankeren. Te trainen. En dus nu wat ik zelf ook behoefte aan had en ook heb, en wat ik stiekem afgelopen jaar al deed in briefjes op mijn nachtkastje, is dat ik een systeem heb gemaakt waarin ik gewoon alles meet. Ik heb een dagoverzicht en daarin laat ik iedere dag de oer leefstijl driehoek terugkomen. Dus ik doe iedere dag iets qua ontspanning. Ik doe iedere dag iets qua voeding, eten. En iedere dag iets de R van regelmatige beweging. En uiteindelijk ben ik iedere dag bezig dus met een gezonde zelfzorg voor mijn lichaam, maar ook voor mijn mind, voor mijn geest. Qua meditatie en sociale verbinding en dankbaarheid. Nou, en al die facetten komen terug in de Oersterk Journal. De informatie over alle pijlers, maar vooral 12 weken dagoverzicht. Zodat je eigenlijk echt kan inslijten. Ja, een stok achter de deur hebt en je bewust wordt en het ook kan meten met weekoverzichten op je gedrag. Ja, dat is wel top, want het brein wil natuurlijk ook een stukje competitie. En eigenlijk zeg je, door deze manier ga je een beetje een challenge met jezelf aan. En tegelijkertijd maak je het jezelf makkelijk door het in hele kleine stapjes te doen. En iedere dag iets is al winst. En als je dat dan 12 weken volhoudt, dan kun je daarop gaan vertrouwen dat die hardnekkige patronen echt uitslijten. Pruning, hè? En weer de nieuwe patronen weer erin slijten. Wat goed. Dus nog meer gedreven om die echte bewegingen, die echte veranderingen in werk te stellen. Wat ik zo fascinerend vind aan jou en waarin ik ook denk dat het zo hard nodig is jij komt oorspronkelijk uit de reguliere geneeskunde. Dat is ook je opleiding. En daar kwam je op een bijzondere wending in je carrière. Hè? Wat kun je daar iets over vertellen? Ja, ik had als kleine jongen een droom om dierenarts te worden. Eigenlijk was dat het plan. Ik ben gek van dieren. Op de middelbare school kreeg ik dan interesse voor een andere fascinerende diersoort, de mensaap. En ook vanwege de natuurkunde en biologie en scheikunde ging dat toen meer naar de geneeskundeopleiding.
En ik besloot dat ik eigenlijk in 2001 wilde meeloten. Want je hebt natuurlijk een loting, daar viel ik buiten. Maar met heel veel moeite en inspanning ben ik in 2002 binnengekomen in de geneeskundeopleiding. Ben ik gaan studeren op de VU in Amsterdam. En ja, dat is fantastisch, hè? Dat je vanaf het eerste studiejaar op geneeskunde al de snijzaal op mag. En een menselijk lichaam van een man en een vrouw helemaal mag ontleden met 10, 15 studenten. Dat je letterlijk in het tweede studiejaar de schedel mag openzagen en het brein eruit mag halen. En dat je onder je eigen motorkap mag kijken. En ja, dat leidde tot een enorme toename van verwondering. Ook dat je anatomisch, dus qua structuur natuurlijk, regulier alles moet uitprepareren van zenuwen, bloedvaten, organen. En dat je letterlijk ook eigenlijk je eigen handleiding in je handen hebt. Maar ik ben wel altijd bezig geweest, ook toen al in mijn reguliere opleiding, met Oosterse stromingen. Ja. Dus met kinesiologie, met fytotherapie, met planten, kruiden, maar ook met Ayurveda en transcendente diepte meditatie en Rai Qigong. Eigenlijk allerlei stromingen die praten over het holisme, het samenspel lichaam-geest, maar ook over de oorzaak van de oorzaak. Dus over de oorzaak aanpakken in plaats van symptomen bestrijden. Ja. Maar de theoretische fase van geneeskunde ben ik vrij goed doorgekomen. In 2007, op 27 maart, haalde ik mijn doctoraal. En daarna ga je ook natuurlijk je stage zien op alle medische afdelingen. En daar liep ik binnen een half jaar vast. Omdat heel weinig tijd met mensen, 7-8 minuten. De reguliere geneeskunde geneest eigenlijk bijna niemand. Hè. Je werkt vooral met chronische aandoeningen. De reguliere geneeskunde zegt fantastisch. Op de acute geneeskunde, blinde darmoperatie, open beenbreuk, infecties. Ja, ik zeg altijd precies hetzelfde. Dat je dan is het super adequaat. En dan zijn er de juiste pijnstillers en de juiste machines die meten. En dan hè, die prognoses, daar heb je het eigenlijk over. Dus die diagnose is oké. En dan die prognoses. Ja. Klopt. Ja, dus ik raakte mijn bezieling in dat systeem kwijt. En het was niet het beeld, en dat is uiteindelijk wat het belangrijkste is, als je de geneeskundeopleiding gaat doen, dan heb je de illusie dat je mensen kunt helpen om te genezen. Alleen ik kwam natuurlijk al doende achter dat een arts niemand kan genezen. Dat je alleen jezelf kunt genezen. Dat je bij iemand het zelfherstellend vermogen kunt stimuleren. Precies, dus dat. En dan sta je daar en dan is heel die cultuur om jou heen, die is natuurlijk gericht op met het wereldmodel wat ze daar hebben geleerd. Hoe die imprints in hun brein, hè, dus als een waarheid ingesleten zijn. Dit is de manier, zo werkt het. En dan komt er een Richard de Let. Hoe oud was je toen? 24. 24, lekker wijsneuzerig, jonge arts in opleiding zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Of je had je doctoraal dan al gehad. Maar goed, je moet nog je sporen verdienen. En dan zeg jij gewoon, nou jongens, na een half jaar. Ja, dat is. Ik heb er ook wel eens naar teruggedenkt. Want ik ben daarin een enorme afwijker geweest. Want als je de geneeskundeopleiding doet, heb je eigenlijk geen plan B. Je hebt een rode loper. Je bent basisarts. Dan word je 3 jaar huisarts of 6 jaar medisch specialist. Je kunt onderzoek gaan doen. Maar je kunt er eigenlijk, je kunt eruit stappen. Maar dan heb je al die jaren voor niets gedaan. En de ergernis werd inmiddels veel groter. Of kan je zeggen, het verlangen werd veel groter. En de ergernis aan de andere kant steeg ook. Dus ik besloot gewoon op een dinsdagmiddag, juli 2007, ik werkte toen in Medisch Centrum Alkmaar, om te gaan springen. Om uiteindelijk, ja, het was gewoon einde ochtend en dat is spreekwoordelijke druppel. En ik denk van, dit is hem niet. En ik heb mijn kluis leeggehaald in de artsenkamer. Ik heb iedereen een hand gegeven, maar het was natuurlijk, mensen dachten wij spreken van, nou, die zien we wel. Ja, die komt wel weer terug. Ja, die is een beetje overprikkeld. Maar wat ga je doen dan? Ik had geen plan B. Ik moest me nog uitschrijven op de VU, toen ik daar aan de balie stond, toen vroegen ze van, wil je niet eens met een psycholoog praten natuurlijk? Want ja, ik zeg, nou, zit je wel goed in je vel? Die kant zat diagnose op me plakken, maar ik weet het zeker. En ze zei, ja, ik werk hier 20 jaar nu, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. En mensen zien nu ook met Oosterk het succes, maar ze zien niet echt de strijd en de moeilijke jaren die ik van 2006 tot 2011 heb gevoeld. Want ik had een droom. Ik had niemand ook met wie ik kon sparren of kon opbellen die weg al was voorgegaan. Dit is een soort mentor waar ik van kon leren. Ik ben me toen gaan verhuren een week na aan medische instellingen, thuiszorg, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen. Ja, want er moest wel brood op de plank. Je had gewoon in een huisje. Ik verhuurde me 60 uur in de week, vooral 's morgens en 's avonds, als mensen uit bed moesten met zorg en weer in bed. Allerlei opleidingen gaan doen, ook complementair, alternatief, energetisch, automoleculair. Uiteindelijk gespecialiseerd in de psychoneuro-immunologie. Maar toen kwam ik in 2011 met een praktijk voor integrale geneeskunde, nog maar 1-2 patiënten per week. Ja.
En toen kwam ik in een soort spirituele crisis, volgens de huisarts een burn-out, maar ik was er weer vrij snel uit. Omdat ik dacht van Richard, dan ben je een sukkel, hè? Dat je zo eigenwijs bent en je eigen weg moest gaan. Maar het is mislukt, huisartsen wilden niet met me samenwerken. Maar vanuit die crisis, omdat ik ben, ja, ook werd ik geconfronteerd met mijn programma's. Ik ben enorm onzeker altijd geweest, enorm gehunkerd naar erkenning van iedereen. Ik ben een stotteraar als kind, kon ik niet praten. Dus ik heb ik had allerlei mechanismes ontwikkeld waar ik altijd bij iedereen was aan het vechten. Ja. Ja. Of aan het vluchten, een van de twee. Ja, in ieder geval dat iedereen me maar aardig vond. Ja. En daarin ook niet mijn eigen stem ontwikkeld. Dus ik dacht van, het is tijd dat ik mijn eigen stem aan de wereld ga laten horen. Nou, wow. Ik ga dat niet als tot raar praten doen, maar ik kom blind diep. Ik ga een foldertje schrijven. En folder liep uit de hand, en dat, want ik wilde folder schrijven voeding. Ik denk, ja, voeding is altijd gekoppeld aan beweging. En je eet alleen een rotappel als je een rotappel voelt. Dus ook aan mindset en afijn. Dat werd het boek Hoe Sterk. En dat werd in juni 2012 zo ineens een bestseller. Ja, en toen is, ja, toen, vanaf toen is het eigenlijk pas gaan rollen. Toen jij je stem liet horen. Ja. Kijk, en dan komen we natuurlijk precies op dat deel waar ik natuurlijk resultaten in boek. En dat is dus op het moment dat jij in je onbewuste nog dat programma draait. Hè, van mijn stem mag niet gehoord worden. Of als ik iets zeg, dan vinden ze het stom. Of ik moet hakkelend overkomen. Want ik moet veiligheid kiezen voordat ik afgewezen word. Al die inducties, al die suggesties die als jong jongetje bij jou erin geplant zijn. Bewust, onbewust. Dat is dan een frequentie, een energie die in je lichaam zit, die je uitstraalt zonder dat je bewust dat wil. Hè. Je wil gewoon iets zeggen. En dat onbewuste, die 97%... die houd je dan gewoon echt vast in zijn greep. En op het moment dat jij dus letterlijk een soort shift in awareness maakt, en dat hele proces ervoor heeft daar dus aan bijgedragen. Het emotioneel losgemaakt heb je zelf. Je hebt echt een statement gemaakt naar jezelf toe en de wereld. Dit is waarvoor ik hier leef. Ja, dan kom je zo dicht bij je kern, waar je eigenlijk dus ook voor bent geboren. En ik ga mijn stem laten horen. En je merkt natuurlijk ook helemaal niets van dat je stottert. Hebt gestotterd. Mm-hmm. Dat is letterlijk dus een shift in energy geweest. In die emotional healing. Waar we het vorige keer ook even over hebben gehad. Als je daar. En dat vind ik ook zo fascinerend aan de transities. Hè? Dus dat al die zelfhulpboeken. En wat jij ook zegt van. Hey, mensen willen het wel. Maar het lukt dus niet altijd. En dan, nou ja, jouw benadering is dan ook nu vooral, en dat onderschrijven, want dat werkt zo. Dus maak het een gewoonte en dan slijt het in enzovoort. Hoe sta je tegenover die onbewuste blokkades die er nog zitten? Hoe zie jij daarin als ik dit jou vertel? Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, je moet ze beide aanpakken. Hè? Het is voor mij wat ik verleden keer zei toen je te gast was bij ons in de podcast. Je kan gas geven, maar als de handrem erop staat. Dus het bewustzijn is natuurlijk het topje van de ijsberg. En zeker onbewust. En zeker hoe we de eerste 7 jaar als kind geprogrammeerd of geconditioneerd zijn. Ja. Al die overtuigingen, al die lagen die misschien haak staan op jou. Ik noem het dan even op je ziel, op je blauwdruk, op je kracht. Ja, al die lagen moet je weer openbreken of afpellen om uiteindelijk echt bij die kern uit te komen. En dat dus ik wist in de reguliere geneeskunde alles over ziekte en de dood, maar niets over optimale gezondheid en het leven. Ja, dat vind ik ook zo boeiend, hè? En ik zeg, dat is gekscherend, we noemen het ook een ziekenhuis. Ja, dat klinkt nou een beetje flauw. Alleen, ik benadruk heel vaak de kracht van taal. En dat elk woord een neurochemisch effect heeft. En ook een stofje aanmaakt. En ook een suggestie doet. Ja. En een aanname creëert in je hoofd. Dus als je naar het ziekenhuis gaat, ja, wat doet dat al? Alleen al die suggestie. Zou dat ook het beter woord huis kunnen noemen? Of het gezondheid? Moet ook gebeuren. En dat gaat denk ik ook wel gebeuren in de toekomst. Want die inzichten worden denk ik wel steeds groter. Dat we een foute suggestie of inductie of vakgebied. Inderdaad, het is een verkeerde associatie die we al onbewust imprinten. Ja. En dan, want wat ik dan zo mooi vind in jouw hele proces naar buiten, ik hoor ook heel erg je eigen kwetsbaarheid. Hè? Dus je zegt ook van, ik werd eigenlijk misschien wel juist door mijn crisis heel erg op mijn eigen gezondheid gewezen. En heel erg op het belang van een gezonde leefstijl. Heb je daar, als we het over kwetsbaarheid en crisis hebben, ik vind namelijk dat door onze prestatiemaatschappij, dan wil ik het graag ook van jou even weten, heb ik het gevoel dat dat er nooit mag zijn. He, dus dat we altijd maar moeten voldoen of altijd maar bezig moeten met morgen. Waardoor we ook vergeten kwetsbaar te zijn, waardoor we ook vergeten te vallen of weer te leren opstaan hoe het anders kan. Jij hebt heel erg die kwetsbaarheid, laat je zien. Is dat een bewuste keuze? Vind je daar iets van die kwetsbaarheid?
Nou, het is denk ik ook gewoon hoe ik in het leven sta. Ik ben denk ik enorm succesvol, als je het zo zou kunnen betitelen. Omdat ik ontiegelijk veel fouten heb gemaakt. En ontiegelijk veel heb mogen leren. Dus hoe meer fouten je maakt, hoe beter. Want het zijn allemaal lessen. En ik denk dat we maatschappelijk veel mensen een norm nastreven die ongezond is. Ja. En die definitie niet realistisch is. Maar wat ook eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Het gaat veel meer om je eigen pad en je eigen weg. En dat je het fluisteren van je eigen ziel hoort. En dat je de moed hebt om je eigen pad te gaan volgen. Want daar vind je uiteindelijk het grootste levensgeluk. Maar ook energie en uiteindelijk ook vrijheid. Nou ja, als we het dan hebben over de titel van de podcast. Hè, leiderschap met een lange ei of leiderschap met een korte ei. Over je eigen gezondheid. Dus welke kies je als dat dan een keuze is? Hoe vind je dat deze maatschappij gaat over de lange ei? Ja, als je niet proactief regie voert of vanuit je mensbrein leeft, noem ik dat, dan word je leider met lange ei. Welvaartsziektes zijn op dit moment in Nederland en België doodsoorzaak nummer 1, de meeste zorgkosten. En dan kom je natuurlijk uit op body en mind. Ja. Nou, en zeker als je kijkt naar, nou, we hebben gewoon allerlei evolutionaire erfenissen, instincten. We hebben voorkeur voor zoeten, voorkeur voor zitten, voorkeur voor prikkels, voor schermpjes. Allemaal voordelig in de oorspronkelijke omgeving. Ja. We hebben ook een hunkering naar erkenning. Hè, als je kijkt naar, maar dat was ook aanpassen. Je moest je altijd aanpassen, je moest in de groep blijven. Ja. Ja. Maar in de moderne, onnatuurlijke leefomgeving keren die instincten zich tegen ons. Hè. We eten te veel, we zitten te veel. We zijn overprikkeld door schermpjes, we slapen te weinig, we hebben te weinig. Het vet, zout en zoet is altijd voorhanden. Hè, waar je, overal. Dus toen was het nodig om het af en toe te nemen in de oertijd, omdat je dan weer even voorraad had. Ja, dus er is een voorkeur eigenlijk op zoet en vet, omdat dat hoge energetische smaken zijn. Ja. Dus daar hebben we een voorkeur voor ontwikkeld. Want als je die proeft in de oeromgeving, moest je zoveel mogelijk van eten. Ja, want dan wist je dat je weer vooruit kon. En nu wordt eigenlijk dat instinct gekaapt door de voedingsindustrie. Mm. Die ons dat overal aanbiedt. Bij benzinepompen en bij pretparken en bij sportkantines. Nou, als je in de rij staat, gewoon bij de supermarkt. Ja. Dus je moet, als je leider wil zijn met een korte ei, dan moet je ten eerste, denk ik, beginnen met wat maakt mij gelukkig? Wat vind ik belangrijk? Wat is mijn blauwdruk? Wat wil ik in dit leven toevoegen? Wat wil ik toevoegen aan het grote geheel? Ja, die zingeving, die onderschatten mensen ook, hè? Ja, dat is de bezieling. En dat is de vonk in de motor. En een gezonde leeftijd levert puur brandstof op. Maar in welke motor? Ik bedoel, als mensen goed zijn in zelfafwijzing of zelfhaat, dan wil je niet per se enorm investeren in gezonde leefstijl. Dan krijg je meer energie en dan ga je jezelf beter afwijzen. Dus het begint altijd bij zingeving, bij een levensdoel. Ja. Ook bij misschien bij het aanpakken van die overtuigingen. Maar veel meer in de basis jezelf weer zijn. Hè? Uiteindelijk word je zo geboren. Ja. Die gezonde leefstijl waar ik mensen heel erg informeer en stimuleer. Hoewel ik probeer heel erg mensen te begeleiden in die levenslange training. Wat leidt tot beheersing. Absoluut. Maar als je dat combineert met bezieling, dan heb je 1 plus 1 is 3. Ja. En dus jij zegt, om leider met korte ei te zijn, begint het eigenlijk met geef je leven zin. Dus maak jezelf een waardevol iemand, hè, zodat je ook waarde kan toevoegen. En dat hoeft echt niet te zijn dat je een goeroe moet worden of dat je ergens succesvol in moet worden. Dat kan niet heel klein zijn. Wat voor jou in ieder geval zingeving is, ik moet dan heel erg denken aan het verhaal van, ik weet niet of jij dat kent, van Viktor Frankl, The Meaning of Life. Ja. Een psychotherapeut die natuurlijk in Dachau en in een concentratiekamp zijn vrouw heeft verloren. Zijn vrouw heeft abortus moeten plegen. De ene drama naar het andere zag en hij was ongelooflijk geboeid door, wat is nou hetgene waardoor de mensen, we maken allemaal hetzelfde mee, hè, maar waarom gaan deze nou eerder dood? En waarom houden deze het vol? En hij ontdekte eigenlijk de meaning of life. Dus dat je, hij ging met die mensen in gesprek. Hij ging dat uitvragen, ging dat onderzoeken. Hij heeft er nog jarenlang prachtige lezingen over gegeven. Dat op het moment ontdekte hij dat als mensen meaning, hè, dus zin gaven aan hun leven. Dus ergens nog buiten het concentratiekamp wisten, als ik straks vrijkom, dan betekenis, ja. Betekenis, ja. Dat is het. Dat dan mensen wel weer levenskracht kregen en weer waarde toevoegden aan hun eigen leven. En dat dus een enorme onderschatte kracht is. Hè, dat mensen die leidend door het leven gaan. Dus het overkomt ze allemaal. En er komt weer ziekte op een pad. En dan komt weer een pil in. En dan weer de volgende. Want het hele mechanisme wordt daardoor op zijn kop gezet. Dus er komt weer een volgende ziekte overheen. Enzovoort.
En dan zeggen, ja, wat heeft het leven eigenlijk nog voor zin? En die energie komen we dan in. Terwijl juist dan, op het diepste punt, zou je kunnen zeggen, pak die zingeving op. Dat, hè, dus leiderschap met een lang kort ei, zeg je, ja, eerst die zingeving. Ja. Ja, hij liet dus zien dat mensen alles van je kunnen afpakken. Ook wat hij ervaarde in het concentratiekamp. Maar dat mensen niet de regeltjes in je eigen hoofd kunnen afpakken. Die bepaal je helemaal zelf. En ja, die hebben een radicale uitwerking op je kwaliteit van leven. Absoluut. Dus die zingeving, dat is echt, ga daarvoor, zou je kunnen zeggen. En als je hem nog niet meteen weet. Ik weet dat Stephen Covey heeft zo'n, van als je aan het einde van je leven staat en je kijkt terug. Wat heb je dan, waar heb je dan plezier aan gehad? Wat heeft je zin gegeven? En ga daar eens gewoon eens over nadenken. Weet je, je hoeft het nog niet eens al het antwoord te weten. Maar heel veel mensen vinden dat natuurlijk al een uitdaging. Ja, wat deed je als kind het liefst? Wat deed je als kind het liefst? Ja, ja. Dat soort vragen. Nou goed, dan heb ik mijn zingeving. En dan? Ja, dan kijk, als je kijkt naar de mens. We hebben natuurlijk allemaal lichaamcellen waar genetisch materiaal in zit. Ons DNA, nou, ruim 27.500 genen. En ja, die genen zijn ontwikkeld in die oorspronkelijke oeromgeving. En die hebben bepaalde natuurlijke noodzaken, laat ik het zo dan noemen. En dat kunnen we onze genen geven eigenlijk met ons gedrag. Hè? Want de epigenetica is veel belangrijker dan de genetica. Dus alles wat we eten, drinken, denken, doen, slapen, verbinden, dat praat met onze genen. Kan ons sterker of zwakker maken. En ik heb heel erg dus een voorstander van de oer-leefstijl-driehoek. Dus met beweging en met voeding en met ontspanning kan je ervoor zorgen dat je lichaam eigenlijk datgene krijgt wat het zoekt. En het lichaam heeft heel veel acute stress nodig. Ja. Heel veel mensen denken dat stress slecht is. Maar chronische stress maakt alles zwakker. Maar acute stress, dat maakt je veel gezonder en veel flexibeler. En dat is dus bijvoorbeeld als je kijkt op niveau van ontspanning, ademhaling, koude douche. Maar ook gewoon voldoende slaap. Meditatie trouwens ook. Als je kijkt naar eten, 500 gram groente per dag. Ja, nuchter bewegen voor je eerste maaltijd. Voor je eten, die spijsvertering op gang zetten. Ja. Alles aanzetten eerst voordat je gaat eten, maar voordat je gaat vullen. Ja, ook juist minder vaak eten, hè. Ja. Intermittent fasting. Ja, en dan in bulken. Hè. Dus dat is echt ook vanuit de Ayurveda, dat zal je ook nog wel weten. En die zeggen echt van om de 4 uur minimaal, want dat vond ik zo'n mooie theorie. Dat was voor mij zo'n eye-opener. Als je het in je mond stopt, dat elke cel in jouw mond, elke intelligentie, die weet op dat moment wat die moet gaan produceren, welke enzymen, welke, om dan weer naar de volgende fase te gaan. Dus die voegt gewoon echt toe wat nodig is om te verteren. En dat weet elk deel van je lichaam, weet dat. Nou, stel dat je nog ergens hier hangt, hè, dat die voeding nog ergens bij je maag zit, of nog niet eens in je maag, en jij gaat alweer vullen. Dan zijn er 2 systemen die tegelijkertijd actief moeten worden. En dat is eigenlijk overbelastend eerder dan dat je echt zegt, nee, doe maar even wat nodig is om te verteren. En dan pas, als alles weer eruit is, dan naar beneden is gezet, dan pas kan er weer wat in. Want dan kunnen die met alle aandacht weer doen. Ja. Toch? Ja, absoluut. Dat heb ik in de Ayurveda in ieder geval geleerd. Dat vond ik een waanzinnige eye-opener. Maar dat is volgens mij ook wat jij bedoelt. Ja, klopt. En energie kan 2 kanten op gaan. Naar opbouw of afbraak. En zeker als je kijkt naar opbouwen. Dat gebeurt vooral van alle structuren ook als we niet eten. Dus inderdaad gaat heel veel energie naar de spijsvertering. En spijsverteringsproces. En er zit een enorme oneindige wijsheid. Hè, dat alles gewoon functioneert. Ja. Maar dat kost heel veel energie. En juist als je daarna een tijdje niet eet, dan kunnen die bouwstenen ook op de juiste plekken ingebouwd worden. Exact dat, ja. En dat gebeurt niet als je gelijk weer gaat eten. Ja, dus eigenlijk zeg jij in bulken eten, in bulken drinken. Ja, dus eet en drink minder vaak. Als je eet of drinkt, kan je best veel eten en drinken. Maar dan wel in 1 keer. Ja, we kunnen 100 dagen zonder voeding. Ja. Best grappig als mensen zeggen, ik moet iedere 2 uur iets eten. Dat is natuurlijk gelukkig niet, maar oorlog uitbreekt en we moeten rennen of vluchten. Normaal kunnen mensen 100 dagen en sommige mensen nog veel langer gewoon zonder voedsel. Dus we hebben zoveel energie verpakt in ons, in glycogeen, in spieren en lever, in vetcellen. Ja. In nood kunnen we ook eiwitten en letterlijk onze organen allemaal op gaan eten. Maar ja, we kunnen veel langer zonder voeding en zonder water. En als je minder vaak eet,
dan leidt dat ook tot veel meer energie en focus. Nou ja, dan heb je energie over, zou je kunnen zeggen. Ja. Hè? Er zijn zelfs mensen die op de lucht leven. Nou ja, daar kun je natuurlijk wel eens van vinden. Maar dat het kan, ja, geeft al aan dat dat dus kennelijk... En die mensen, die heb ik dan ook gesproken, die zeggen ook allemaal... Ik heb zoveel energie over. Terwijl je denkt, ja, maar van voeding krijg je energie. Dus dat zijn je bouwstoffen, je voedingsstoffen. Maar die hebben dus de mindset, hè? Dat is interessant. Lucht geeft mij alles. Nou ja, goed, dat even terzijde. Dat is interessant. Ja. Maar wat ik dan ook nog boeiend vind... is dat je op een gegeven moment zegt... Hè, dus alles is energie. Het kost ook allemaal energie. Dus drink in bulken. Ik ben ooit eens verwonderd geraakt... er was een aardbeving... Of een arme plek in de wereld. Ik weet even niet meer waar die precies was. Een aantal jaar geleden alweer. En er lagen mensen 8 dagen onder het puin. En er werd dus gezegd, nou ja, weet je, er zijn geen overlevenden meer. Want die kan niet zonder water en zonder... En die kwamen daar levend uit. Hè? Die zijn teruggevonden en die leefden nog. En de theorie die daarbij was deze mensen zijn zo gewend. Hun lichaam is zo gewend om met niets te overleven. Dat zij dus de kans is dan groter dat je dus overleeft. Dus hoe meer jij jezelf lui maakt en alsmaar vult en voedt, hoe minder sterk zou je kunnen zijn. Hoe sta jij daarin? Ik weet dat mij echt, dat ik dacht, dat een logisch verhaal. Ja, zeker op basis van je cultuur of het land waar je opgroeit. Qua hoeveelheid zon heb je een andere hoeveelheid zweetklieren. En zweetklieren zijn natuurlijk ook in staat om, wij spreken, mineralen terug te gaan trekken. Dat kunnen mensen in Afrika veel efficiënter dan wij hier. Oh, maar, ja. maar alles is trainbaar. En dat is zo magisch aan ons wonderbaarlijke instrument, ons lichaam. Alleen het komt pas tot uiting, tot expressie als we het uitdagen. En daarom hebben we juist die acute stress nodig. Ons lichaam gedijt bij een koude douche. Of bij krachttraining. Of bij 500 gram groente of minder eten. En de moderne leefomgeving die rolt eigenlijk een rode loper uit van wieg tot graf. Met veel entertainment. Waar je eigenlijk de weg van de minste weerstand gaat. Van het oerbrein. De makkelijkste weg. Ja. En ons brein vindt dat heerlijk. Want die kiest nou eenmaal de gebaande paden. Er zit helaas, zeg ik wel eens, geen regisseur in ons systeem die zegt... Nou, zou ik maar niet doen. Of je kan beter dat doen. Hè? Wel voor ondervoeding, maar niet voor overvoeding. Nee. Ja, maar dat kwam evolutionair nooit voor. Dus we hebben dat mechanisme niet hoeven te ontwikkelen. Ja. En ook niet voor denkpatronen. Hè? Nee, exact. Ja. 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 En als je dan kijkt naar, jij zegt eigenlijk acute stress. En dan heb je het over 500 gram groente. Hoe rijm jij dat met acute stress? Nou, 500 gram groente is geen acute stress. Juist, zou je kunnen zeggen, als je een donut eet met een glas cola. Ja. Maar dat is een negatieve acute stress. Dus nee, ja, want dat moet je wel allemaal verwerken en opruimen. Ja. En al die toxische belasting eruit. Nee, omdat je zei, even daarom dacht ik, voor de duidelijkheid. Je lichaam gedijt op acute stress. Dat is even dat moment waarop dat lichaam aangaat, zou je kunnen zeggen. Dus niet eten, dus een maaltijd overslaan, is acute stress. Als je kijkt naar 500 gram groente, is dat veel meer een basisvoorwaarde voor optimale gezondheid. We hebben het coronavirus nu. En als je kijkt naar virussen, bacteriën, parasieten, die waren er veel eerder dan de mensen, de homo sapiens, en zullen er veel later zijn. Een nieuwe generatie is er in 20 minuten. Nou, tot 100 jaar geleden deden mensen ook 20 jaar. Nu 31 jaar dat de vrouw de eerste kind krijgt. Dus we gaan die strijd nooit winnen. We hebben evenveel bacteriën in onze darm als cellen in ons lichaam. Als wij goed voor die bacteriën zorgen, zorgen die bacteriën goed voor ons. Hè. We noemen het ook wel het tweede brein. Die bacteriën die wegen ook ongeveer ruim 1,5 kilo. Dus wegen evenveel als ons brein. En die bacteriën kunnen alleen maar in de juiste samenstelling blijven. En overleven als we voldoende brandstof aan die bacteriën geven. Nou, ja. Die brandstof is prebiotica. En dat zijn vezels. En die vezels komen uit groente. Ja. En daarom houden we eigenlijk die juiste bacteriën in stand. Als we 500 gram groente eten. Want die maken van die vezels... kleine vetzuurtjes, butyraat onder andere. En die gaan weer via de darm in het bloed ook naar de hersenen. Die brengen het brein tot rust. Die hippocampus bijvoorbeeld, dat we een goed geheugen hebben zelfs ook. Tot het immuunsysteem tot rust. Dus 500 gram groente, dat zei ik inderdaad dan onjuist als je zo interpreteert. Is dus niet per se acute stress, maar meer een noodzakelijke basisbehoefte. Ja, precies. Dus er zijn twee. Als we het over leiderschap en een korte ei hebben, dan zijn er belangrijke exponenten. Je zegt één is, zorg ook voor lekker uitdaging in je leven. Doe iedere dag iets anders dan dat je gisteren deed. Want dan ga je in training. Dan bouw je dus eigenlijk sterkere spieren, sterkere gedachten, sterkere enzovoort op. En anderzijds zeg je, zorg ook voor een basisfundament.
dat in ieder geval bijdraagt aan een gezond lichaam en een gelukkige geest. En daar zeg je van sowieso 500 gram groente. Mensen vinden dat veel, hè? Maar ik zeg altijd, het is niet zoveel als je het verwerkt over de dag. Dat is heel weinig. Ja, ja. Als je kijkt een groene smoothie, dan doe je al 200, 250 gram in. Als je bij je lunch een bakje rauwkost of een kop soep of salade. Maar als mensen bijvoorbeeld een winterpeen en een zoete aardappel, als je dat op een keukenweegschaaltje legt, is het vaak een pond, hè? Ja. En een half bord 's avonds. Dus ik ga er met gemak overheen. Maar mensen dus overschatten ook een beetje hoeveel het is. Het valt echt mee. Ja, dan denken ze echt, dan moet ik heel... Maar dat komt omdat we gewend zijn, denk ik, alleen 's avonds die groente te eten. Dat is natuurlijk nog heel erg vanuit die industrialisatie. En dan een bord met aardappelpuree en een bloemkool erbij. En dan was het niet 500 gram, maar dan... Dat was wel een gewoonte. Dus heel veel eten nog gewoon aardappelvlees en groenten. Dat zit er nog best wel ingebakken, al zeg ik het zelf. En het, wat je zegt, je kan het ook gewoon verdelen over de dag. Dus 's ochtends begin je met een roerbak omeletje of zo. Daar zit al lekker roerbak groente door. En dan na een paar uur neem je een groentesmoothie en een lekkere salade voor lunch. En zo 's avonds nog eens lekker wat groente op je bord. En dan heb je eigenlijk al voldoende binnen. Ja. Hoe zit jij met groente en fruit samen? Daar zijn natuurlijk heel veel theorieën over. Ja, zeker ook vanuit de Ayurveda meer. Het hangt heel erg vanaf of je spijsverteringszwakte hebt. Klopt. En met je lever, energie. Maar ik heb een hele sterke spijsvertering. Ik bedoel, ik kan het prima ook samen eten. Of een stuk fruit na een maaltijd. Maar zeker, ik heb natuurlijk in 12 jaar 3500 mensen één op één in mijn praktijk voor integrale geneeskunde behandeld. Dan moet je soms echt wel een persoonlijk op maat voedingsplan hebben. En dan rekening houden met bijvoorbeeld ook de mix groente en fruit. Zeker als je dysbio's hebben. Dus een darmflora die uit balans is. Ja, of het lekkende darm, hè, wat we veel zien. Wat heel veel mensen hebben, ja. En dan zeg je, doe dan het veilig. Want het fruit kan ook voor gisting zorgen. Ja. Of juist voor het verkeerd afbreken van de juiste voedingsstoffen. Dus dan zeg je, eet dan fruit op de lege maag. Dat is natuurlijk de beste manier. Ook voor het eten in plaats van naast. Vanuit de Ayurveda natuurlijk ook. Ja. En groenten dan op andere momenten. Hè? Wat ik zelf daarin me ook kan voorstellen is dat... dat is ook wat mijn missie heel erg is dat mensen zelf gaan voelen. Dus die eigen behoeftes gaan voelen. Jij zegt eigenlijk, dat vond ik zo mooi wat je net zei, van jou, je lichaam heeft heel veel behoeftes. Alleen horen we ze wel. Mm-hmm. Luisteren we wel wat er dan gezegd wordt. En als je bijvoorbeeld een smoothie neemt met ananas en peer en wat groente erbij, een broccoli of wat dan ook. En je merkt daarna dat je buik opzet. Ja, dan denk ik, dat is een signaal van je lichaam. Ga dan de volgende keer zonder die fruit aan de slag en kijk eens wat er dan gebeurt. En zo leer jij je lichaam kennen en trainen. En dan hoeven we eigenlijk niet te horen van een ander wat is goed voor mij. Dat is natuurlijk jouw ultieme doel, denk ik ook. Ja, dat weet ik zeker. Dat mensen zeggen, ik weet wat goed voor mij is. Ja. En voor jou kan dat een appel zijn samen met een, weet ik veel. En voor mij is dat los van elkaar, bij wijze van spreken. Omdat je dan... zelf hebt bewust bent gebleven. Dus nu jij dat zegt, denk je, dat is eigenlijk ook het allerbelangrijkste. Er is dus niet echt een maatstaf. Er is wel een soort basis. En als we zorgen dat we zoveel groenten binnenkrijgen, we hebben die voedingsstoffen, dan weten we zeker dat het in ieder geval gevuld en goed is. Alleen, als jij er nog niet helemaal uitkomt, ga dat met jezelf eens aan. Ga eens op onderzoek. Ja, kijk, het is wel. Het lichaam geeft alle antwoorden. Dus als je enorm ontwikkeld lichaamsbewustzijn hebt, dan voel je prima aan letterlijk van ieder voedingsmiddel. Omdat je gelijk als je het inneemt al wat moeier wordt. Dus dat kan je gewoon waarnemen. Of inderdaad dat je buik erop reageert. Of je hele autonome zenuwstelsel reageert erop. Dus het kunnen heel veel verschillende subtiele signalen zijn. Alleen de meeste mensen die nemen het niet meer waar. En dat is eigenlijk omdat het leven van de mensen uit balans is. En in mijn optiek kom je dan weer bij ons brein en ook bijvoorbeeld bij de kracht van meditatie. Maar heel veel mensen overleven in hun linker hersenhelft. Cognitie, stress, ego, verleden, toekomst. Sympathicus. Hè? Sympathicus. En, plus gaspedaal, ja. Ja, en de kunst is juist om ook dagelijks voldoende ontspanning. Ik denk dat ontspanning de belangrijkste leefstijlpijler is nu in het moderne Westen. Zodat je een evenwichtige doorbloeding krijgt voor je linker en rechter hersenhelft. Als je rechter hersenhelft doorbloed wordt, dan krijg je ook... eigenlijk zit daar innerlijk geluk, eenheidsbewustzijn. Ook het huidige moment, flow, de flow staat.
En dat is wel een beetje de grap. Ook wat ik zie, ook in mijn vakgebied, heel veel mensen die eten perfect, die bewegen of zitten in de sportschool perfect. Alleen de ontspanningspijler is het meest ondergeschoven kindje. En ook de juiste zelfzorg voor je mind. Wat ik zei dus met meditatie, wat ik ook dagelijks doe. Tot dankbaarheid, sociale verbinding. Ja, dat zit iedere dag gewoon in de ingrediënten van mijn maaltijd. Want dan blijf ik iedere dag gewoon een goede dag hebben en genieten. En ik, heel veel mensen hebben het als-dan-principe. Als ik nou dan eerst maar die promotie heb gehad, of als ik dan eerst maar, dan ga ik wat meer met mijn kinderen spelen, of ga ik wat beter voor mijn lijf zorgen. Of alleen als-dan, dat mechanisme is hartstikke toxisch. Dus je hebt automatisch een goed leven als je vandaag een goede dag hebt. Nou ja, mooi, want daar komt ook die zingeving weer terug. Als jij bewust bent van wat je kwaliteit van leven geeft, wat je doel is. En vaak worden we dat pas als we ernstig ziek zijn geweest of een dierbare verloren hebben. Dan zeg je, had ik maar. Dus het is zo mooi om aan de voorkant, zoals jij zegt, eigenlijk al bewust te zijn van, joh, wat is nou echt belangrijk voor je? En maak dat niet als dan, maar zet die dan ook echt op nummer 1. Om vervolgens die leiderschap over je leven weer te pakken. En richt het zo in dat het ook lukt. En als het niet meteen lukt, doe het in kleine stapjes en geniet van de weg ernaartoe. Maar hou die focus. Dus dat leiderschap met die korte ei. We hebben aan mooie dingen al gezegd, die zingeving. We horen over die basis, een soort acute stress. Daag jezelf uit en zoek dingen op die je juist oncomfortabel lijken. Zorg voor die ontspanning. Echt even die bijen hier ontlasten, maar ook dat hele systeem weer even tot rust brengen. En zorg voor je basisfundament. En dan hebben we het over 500 gram groente. Wat is nog meer echt een basis? Wat jij voelt, van dat moeten mensen weten en heel makkelijk te implementeren. Een basisbehoefte, een basisnoodzaak. Nou ja, dus wat ik zeg, meditatie. Dus diepe ontspanning opent de deur naar een bezield leven. En ik denk dat diepe ontspanning zorgt voor contact met je hoge bewustzijn. Want juist als je chronische stress hebt, dan schiet je automatisch in je onderbewustzijn. En dan val je terug op oude patronen, oude reflexen eigenlijk. En wil je dus leiding nemen over je gedrag, dan moet je je bewust zijn van wat je systeem wil doen, reflexmatig. Instinctief. Ja. En dan moet je dus de juiste doorbloeding hebben van die linker en rechter. Nou, dus 500 gram groente, meditatie. Maar ook wandelen. Hè? Dat klinkt maar zeker als je wandelt buiten met iemand waar je energie van krijgt. Nou, dat is een magisch medicijn. Ja. Dat is een drietrapsraket. Dan heb je en beweging. Dan kan ik weer een uur praten welke stofjes je spiercellen aanmaken. Ja. Hoe dat ook stimuleert voor neuroplasticiteit. Dus nieuwe verbindingen in je brein. Ook de juiste, dus met mensen waar je energie van krijgt. Buiten, hè, alle etherische genezende oliën die je al binnenkrijgt via de natuur, via planten. Bast. Al die energie die van die het hele energieveld waar je in loopt en wat oplaadt. Dat is gewoon een magisch medicijn. Weet je wat ik altijd zo cool vind met kinderen? Die laten dat nog zo zien. Mijn zoontje ging altijd op de grond liggen. Dan gaat hij gewoon zich opladen, zei ik altijd. Ja. En we hebben 2 honden. En als die kinderen even een beetje, dan gaan ze aan die honden zitten. Die laden hun op. Dus die energie is geweldig. Aarding, ja. Aarding, hè. Ja. Dus contact houden. We moeten ook met blote voeten lopen, hè? Zou je kunnen zeggen. Dat, zeker. Dan houden we die energie van die aarde vast. Ja. Ik heb ooit een podcast opgenomen, Richard. Dan ben ik nog even benieuwd naar jouw mening daarover. En dat is Stress is je vriend. En dan heb ik het over meer dan de acute stress. Dan heb ik het ook over mensen die chronisch stress zouden hebben, maar het dan niet ervaren als stress. En dat lichaam dus ook niet zo reageert. Er zijn heel veel onderzoeken naar geweest. En een daarvan uit onderzoek is voortgekomen dat die mensen dus stress echt werkelijk zien als een vriend. Dus die hebben een mind over matter, zou je kunnen zeggen. Die zeggen van, alles wat mij wat heftig is en wat uit, dat vind ik te gek. Hè? Dat vind ik heerlijk, hoe meer, hoe beter. En nou ja, die hebben ze dus aan allerlei scans en apparaten gelegd. En wat blijkt? Nou, die hebben dus niet die cortisol, adrenaline, bijna uitputting, die hele, nou ja, dat hele gedoe, zeg maar. Hoe zit je daarin? Dat mind over matter. Ik zeg ook altijd, ik geloof in mind over matter. Ik weet ook dat het kan. Ik weet ook dat het klopt. Alleen als je nog niet helemaal zeker weet of je het beheerst, doe dan sowieso die basisprincipes toepassen in je leven. Want dan weet je zeker dat je goed bezig bent als basis. Maar hoe zit jij daarin? Ja, nee, ik denk dat het waar is. In onze opleiding hebben we ook de driehoek body, mind, business. Maar zeker wat je zegt, body, mind. Het lichaam is voor een groot deel een concentraat bijna van je geest.
En ja, daar ligt enorm veel macht, omdat je met je gedachten ook de gevoeligheid van receptoren kunt beïnvloeden voor cortisol, voor leptine, voor insuline, belangrijke sleutelhormonen in het lichaam. En dat je, ja, alles is perceptie natuurlijk. Precies. En dat je met je perceptie en met je bewustzijn een hele andere, eigenlijk is een soort reframing al, een hele andere conditionering krijgt. En ik geloof wel, zeker ook gewoon als je kijkt nu in de topsport, dat er veel meer aandacht komt voor, kijk, die inspanning of die stress is op de lange termijn niet negatief als je ook voldoende oplaadmomenten en ontspanningen ertussen hebt. Ook dat, ja. En dan word je uiteindelijk gewoon steeds sterker. Ja, ja, dus het is een beetje de mix. Ga ook daarin lekker met jezelf eens experimenteren. Hè? Als je merkt dat het je energie kost, dan ben je nog niet mind over matter, zou je kunnen zeggen. En als je merkt, van, nou, ik kan dat, hè? Ik voel ook in mijn lichaam dat het goed zit. Ja, dan kan je daar ook andere stappen. Dan kun je je leefstijl daar weer op aanpassen. Dat, ja. Even nog leiderschap. Leiderschap, hè? Lange ei, korte ei. Je hebt al duidelijk aangegeven, deze maatschappij lijkt gefocust op leiderschap met een lange ei. Door de leefstijl. We zijn afgezonderd geraakt van datgene waar we eigenlijk voor bedoeld zijn. Ons oerbrein is nog niet geëvolueerd met de maatschappij zoals we nu leven. Hoe komt dat, denk jij? Dat ons brein niet mee... Je zou toch ook kunnen zeggen, nou, de mens ontwikkelt zich mee en het brein ontwikkelt zich mee. Dus met al die schermpjes en al die elektrosmog en al die vervuiling. Ik vind namelijk nog steeds dat ons lichaam waanzinnig veerkrachtig is. Als je kijkt wat je allemaal toxische belasting binnenkrijgt op een dag. Absoluut. Dan is het wonderbaarlijk bijna dat niet iedereen ziek is vanuit dat perspectief. Nou ja, we zijn inderdaad enorm flexibel. Onze genen van ongeveer 0,5% per 100.000 jaar laten bepaalde publicaties zien. Misschien is het wel een paar procent. Maar je ziet het afgelopen 150 jaar, zeker met de industriële revolutie, de omgeving te snel veranderd is voor ons om optimaal daaraan te kunnen aanpassen. En ik vind het eigenlijk enorm onethisch. Voor jouw punt over leiderschap met een lange ei, daar hebben we maatschappelijk een rode loper voor. Als je ziek wordt, dan is er, nou ja, er is er een fantastische economie met ziekenhuizen. Met, nou ja. Geld in mijn verdienmodel, hè? Ja, en er is geen, ook niet vanuit de overheid, een leefstijlcentrum of een instituut die je leert hoe je preventief goed voor je mind, goed voor je lichaam kunt zorgen. Nou ja, jij bent zo'n instituut. Ik ben zo'n instituut. Ja, we zijn er wel, maar op kleine schaal. Het wordt nog niet... Ja, precies, niet vanuit de Nee, niet vanuit de overheid. Of niet landelijk. Daarom ben ik een nieuw systeem gaan opzetten. Ja, mij, ik ook. Ja, ik herken het. Omdat dat miste. Ja, en ja. Dat is uiteindelijk wat mensen denk ik nodig hebben. Ook vanuit mijn eigen ethiek. Ieder mens wil zo optimaal mogelijk leven. En wil bezield leven. En wil uiteindelijk iets toevoegen en groeien. Zingeving aan het grote geheel. Ja, ik heb nog nooit iemand horen zeggen, nou, ik wacht lekker ziek worden en ongelukkig zijn. Nee. Als je vraagt, wat wil je voor je leven? Zeg dan, gelukkig zijn en gezond blijven. Ja, misschien soms wel eens bij mensen. Maar dan is dat weer een mechanisme geworden waarop die mensen energie en aandacht krijgen. Dus dat is natuurlijk ook eng als mensen zich al voorstellen met hun ziektenaam in plaats van met hun eigen naam. Nou ja, dat is selectieve ziektewinst. Dat is ook een interessant fenomeen. Ja. Want hoe werkt dat? Even leuk, want ik denk dat de meeste luisteraars of kijkers misschien nog denken, selectieve ziekte, ik ben helemaal niet blij dat ik ziek ben. Ik heb helemaal geen zin om ziek te zijn, maar ik voel het wel. Ja, als mensen zich identificeren natuurlijk met hun ziekte, spreken zich al voorstellen met ik ben fibromyalgie, dan is het lastiger, laat ik het zo zeggen, niet zo mogelijk, om eraf te komen dan als je iets hebt. Hè, want als je iets hebt. Als je ergens aan doet. Ja, ik doe aan burn-out, ik doe aan fibromyalgie, ik doe aan, dat zeg ik altijd, je doet je gedrag, je bent het niet. En jij zegt eigenlijk dus, de mensen die dan, en dat is voor sommige mensen, zeker als je erin zit, ja, dat is nogal wat, hè? Want dan zeg je, dan leg je bijna de schuld. Dat voelen mensen dan zo, dat zie ik dan. Hè? Dat je dan, alsof ik dit expres doe, of alsof ik het leuk vind om op ziek te zijn, of ik erom gevraagd heb. Ik had het ook liever niet. En toch zitten ze in die loop dat het nog iets oplevert, dat het ze aandacht geeft, dat ze zich geïdentificeerd hebben met die ziekte. Hoe kan dat, hè? Dat mensen dan daaraan vasthouden? Is dat die automatisering? Is dat die... Ja, alles heeft eigenlijk, al het gedrag wat je laat zien heeft inderdaad een voordeel. Zeker ook onbewust als je het niet helemaal snapt. Ik vind de schuldvraag niet interessant. Het is veel meer ook vanuit het ego. Hè? Maar veel meer wel je eigen verantwoordelijkheid richting de toekomst. Vind ik veel interessanter dan de schuldvraag richting het verleden. Ja. Maar uiteindelijk kan je het heel veel mensen in mijn optiek niet kwalijk nemen. Ik zeg heel vaak dikke of moeie of prikkelbare mensen zijn normale mensen in een abnormale omgeving. Omdat we zijn als biologisch instrument nog onvoldoende. Eigenlijk is onze huidige leefomgeving dus hoe wij slapen, hoe we overdag in de woonkamer, hoe we op ons kantoor zitten. Al die is allemaal hartstikke toxisch. Dat past gewoon niet bij ons ontwerp. Ik was verleden week weer met mijn twee zoons in Artis.
Nou ja, dat staat op heel veel verblijven ook niet voeren. Maar ze krijgen natuurlijk allemaal hun oorspronkelijke oervoeding. Nou, we moeten eens kijken wat wij in ons mond stoppen. Ja. Maar daar zien het natuurlijk niemand. Ja, een beetje flauw misschien met een iPhone achter een kantoor met 128 mails. En ook al op een stoel in een houding die niet bij ons ontwerp past. Dus wij plegen zelfmoord in slow motion. Ja, je zegt eigenlijk de dieren die zijn nog zo dicht bij hun natuur. Die zullen zichzelf, die worden niet te dik, hè? Die slapen op tijd. Die... Nou ja, ja, precies. Ja. Maar als je alle hokken openbreekt van Artes en je laat al die dieren 3 maanden in Amsterdam vrijlopen. Die gaan ook voor zout, vet en zoet. Die zijn ook binnen 3 maanden obese en depressief en ziek. En dat vinden we bij dieren dan heel logisch. Ja, bij dieren we zorgen goed voor de dieren, maar niet voor onszelf dan. Nee, we zijn vergeten dat we zelf ook dus een mens dieren zijn. Ja. Maar dat onze stofwisseling bij de identiek werkt als andere zoogdieren. Ja, en die neocortex is echt dat mensenbrein, dat derde laag, die is eigenlijk degene die ons in de weg zit, zou je kunnen zeggen. Want mijn vraag was, die evolutie, hoe kan het nou dat wij niet, dat het dus kennelijk niet zo snel meebewegen? We hebben wel een mensenbrein ontwikkeld, die kan denken en die kan reflecteren en die kan oorzaak-gevolg. En dat hebben dieren dan allemaal niet zo. Een aantal misschien een beetje, maar de meeste niet. Maar die kiezen instinctief, weet je. Hebben zij natuurlijk ook geen supermarkten waar ze uit kunnen kiezen. Maar die hebben die verleiding ook niet, zou je kunnen zeggen. Is dat het? Zouden anders dieren... Enerzijds wel, maar anderzijds gaat het mensbrein ook uiteindelijk het medicijn, de oplossing zijn tegen het oorbrein. Maar vanuit die neocortex, dus die hersenschors, wat ons uniek maakt als mens, wat ons onderscheidt van beesten, hebben we wel het vermogen om het oerbrein te remmen, te reguleren. Het kernwoord, vind ik, van een mens is beheersing. Ja. We kunnen ons... Dan heb je toch die voorste, hè? Die prefrontale cortex voor nodig. Ja, en juist in de moderne leefomgeving en ook in het mensbrein zitten ook vaardigheden als compassie, als empathie. We zijn liefdevolle, sociale, empathische wezens. Alleen de kompas tot uiting... Als je geen chronische stress hebt, dan val je weer terug op het oerbrein en op die instincten. Dus, en op ik eerst en dan een ander. Ja. En schaarste. Ja. En angst. Ja, en angsten, wou ik net zeggen. Ja. En wat ik heel zie, ik heb steeds meer jongeren die afdwalen. Dat komt natuurlijk door deze leefstijl ook. Ons brein ontwikkelt zich nog 26 jaar lang uit, ongeveer. Dus natuurlijk dat die prefrontale cortex toch even tot slot. Hè, als je dat ook interessant, dat vind ik namelijk mega interessant. Die prefrontale cortex, dat is eigenlijk ons directeur. Hè? Ik zeg altijd, die neocortex, vriend of vijand. En hoe bewuster jij bent, hoe makkelijker je jezelf kunt gaan beheersen, die impulsen beheersen. Die zit echt in die voorkant, in die prefrontale cortex. Wat ik veel zie bij jongeren, is dat zij helemaal geen training meer krijgen in die prefrontale. We sporten minder, we hoeven minder empathisch te zijn, want we zitten in de schermpjes. Want dat zijn allemaal manieren om die prefrontale cortex te ontwikkelen. Ze verstoppen zich in drugs of in wiet of in wat ook remt op de prefrontale cortex. Dus eigenlijk de basisvoorwaarden om dadelijk een homo sapiens sapiens te hebben die regulerend is, die emoties kan herkennen, erkennen en handelen, die... Nou ja, wat jij zegt, die zich kan beheersen. Ik vind dat we met die jeugd... Ja, of zie ik het nou een beetje... Nou ja, nee, ik ben een groot voorstander van preventie. En echte preventie begint bij de aankomende generatie, toch? Bij onze kinderen. Ja. Dus ik denk dat die juiste zelfzorg voor je geest en voor je lichaam in het basisonderwijs op middelbare scholen, dat we de hele maatschappij letterlijk anders moeten inrichten. Om uiteindelijk, want daar ligt de echte afname van ziektekosten op de lange termijn. Maar juist omdat we die generatie nu al helemaal fout programmeren, eigenlijk fouter dan ooit, zullen die mensen ook weer jonger chronisch ziek worden. Nu is het gemiddeld 42 jaar. En die leeftijd waarop mensen chronisch ziek worden, zal in de huidige generatie alleen maar naar voren toe lopen. Nou ja, je kinderen overleven ouders niet meer. Een situatie. En in Amerika is het al zo. Is dat al zo? En dan denk ik van, eigenlijk zijn we de mensen in leven aan het houden. Want ze worden gewoon eerder ziek. En we leven dan misschien wel langer. Maar hoe? En de kwaliteit van leven. En met wat voor toestanden en kosten. En... Ja, maar wat ik zo'n mooie spreuk vind is, de natuur veroordeelt niet. Nee. Maar werkt wel met natuurlijke feedback. De consequentie is dat we signalen krijgen. In de geneeskunde noemen we dat klachten. Maar eigenlijk is een signaal een soort vriendmechanisme. Die je wil laten weten dat je iets mag bijsturen in je leefpatroon. En dat is weer opgebouwd uit het eetpatroon, het zitpatroon, bewegenpatroon, ontspan, slaappatroon, maar ook vooral je denkpatroon.
En als je die patronen gaat bijsturen, dan zijn die signalen niet meer nodig. En precies. Dat is dus wat je net noemde, ook hoe je prognose, maar het liefst nog preventief, ja, hoe je kwaliteit van leven gewoon radicaal zelf kunt sturen. En dat begint ook hoe jonger, hè, hoe meer dat inslijt, hoe meer gewoond. Ik moet altijd denken aan, hoe heet ze, dat model, Douwe Kroes, dank je. Ik wil even. Die heeft ook helemaal geen behoefte aan, die leeft heel gezond. Hè. Maar ik kreeg dat vanaf jongs af aan ook gewoon opgediend. Hè. Dus zij zegt ook, ik heb geen suikerverslaving of ik heb geen verleidingen. Want het is geen behoefte in mij die ik aan heb gewend of aan heb geleerd. Dus hoe makkelijker je jezelf maakt, hoe jonger je begint. Als je in die omgeving opgroeit, is het natuurlijk fantastisch. Dan weet je niet anders. Hoe doe jij dat met jouw kinderen? Want we komen op feestjes en ze komen op bij de Pasen, bij opa en oma met een chocolade paashaas. Ja. Hoe doe je dat? Ja, vind ik verdomd lastig. Ja. Omdat thuis doen we de basis goed. En dat hebben we de eerste jaren met Noah. Die wordt nu 10 in juni. Ja, dus dat wordt ook zo'n leuke leeftijd. Ja, James is 1,5. Dus daar heb je nog heel veel controle over. Ja. Maar zeker ook dat als je op een gegeven moment op school bent met tractaties. Ik heb gelukkig dan op zijn school ook een lezing voor alle ouders mogen houden over voeding. Waren niet alle ouders blij mee overigens. Maar, want? Nou ja, bijvoorbeeld na mijn lezing heeft de school besloten om ieder kind een bidon te geven. Dus er mag alleen maar water op de basisschool. En echt ouders kwaad waren dat ik indirect bepaald heb dat ze geen frisdrank of vruchtensappen meer aan hun kind mogen geven. Omdat zij dat bepalen en ik niet. Oh, dus dan komt die eigen wil, die eigen vrije wil. Ja, grappig is dat dan toch, hè? Dat dan toch dat hogere belang. Het is toch dat korte termijn denken. Van ik wil gewoon mijn kind een frisdrankje. Ah, dat hoor ik ook vaak terug. Ah joh, dat ene chocolaatje, wat maakt dat nou uit? Mm. Of die ene wikkie op een dag. Ze bewegen toch, ze zijn toch verder gezond. Hij heeft ook een appel gegeten. Toch? Dat zijn... Ik ben wel wat radicaler gelukkig ook dan mijn vrouw zelf. Want ik zie helemaal de toevoeging niet van het ene dingetje. En wij hebben persoonlijk ook zelf echt wel een uitdaging met ouders en grootouders en broers, zussen. Die ook allerlei oerzwak voedsel, laat ik zo zeggen, dan af en toe de schutting overgooien. En ik denk dan toch als je hem breder gaat trekken. En ik ook gewoon zorg voor... ik ben ook zijn trainer en leider met voetbal. Dus we staan een paar keer per week op het veld. We hebben een trampoline in de achtertuin. We hebben eigen kippen. We hebben enorm veel lol, we lachen enorm veel. Ja, dan kan je dat suiker prima compenseren. Maar ik denk dat het wel een verantwoordelijkheid is die we als maatschappij hebben. We hebben allerlei toxische koppelingen. Ook van Sint Maarten of verjaardag. Ik bedoel, in mijn eerste boek Oersterk 2012 schreef ik al. Want het is toch wonderbaarlijk dat we het leven vieren op een verjaardag. En je hebt alleen maar voedsel die het leven afnemen. Ja, ja. Dat vinden mensen dan heel sterk en grappig. Maar en vervolgens pakken mensen weer een plak leverworst en lekker door. En een handje chips. Ja, dat is ontkenning. En vasthouden aan je oude patronen. Ja. Nog niet mee durven, mee willen, want dan moeten ze iets. Dus, ja, je moet ook echt afwijken als je, wat ik ook doe. Ik, als je eigen werk, dan moet je zelf vaak nee zeggen. Maar ik heb daar geen enkel probleem meer mee. En gelukkig kennen mensen mij wel een beetje. Mensen zijn een beetje bang geworden voor me. Ik mag zeker dit nu niet eten. Maar goed, die van 10, die begint nu een soort wereldmodel te ontwikkelen daar zo naar buiten. Dan gaan er feestjes, er wordt chips, er wordt van alles. Ik heb daar heel weinig stress van. Ja, ik ga regelmatig mee naar lezingen. Ook in mijn opleiding is in Heemskerk, in Château Marquette. Daar zijn we 60 dagen per jaar. Dus hij komt ook regelmatig lekker aan fietsen. En hoorde je ook andere dozen. Hij krijgt dat lekker allemaal mee. Zo. Ja, dat denk ik ook. Ja. Al die zaadjes worden geplant. Maar hij leidt wel zijn eigen leven. Dat respecteer ik wel. Noah, dus mijn oudste zoon, is niet van mij. Hij is van het leven. Ja. En hij mag zijn eigen weg, zijn eigen lessen. En ik wil hem daarin begeleiden. Maar wat ik doe is veel krachtiger dan wat ik zeg. Nou heb ik regelmatig ook wel dat ik hem eventjes wijsgerend dan moet toespreken. Ja. En dat waardeert hij dan ook niet. Dus ja, ik vind het een heel leerzaam proces. Ja. Wat ik het liefst soms denk van laten we gaan emigreren. Gewoon naar een tropisch eiland met alleen maar een natuurlijke omgeving. Want dan kan het 100% goed. Dan zijn die verleidingen er niet. Kan je gewoon alleen maar de juiste keuze maken. Ja. Maar ja, die weg die zal samen ontstaan. Maar ik hou zielsveel van die jongen. En, alleen ik ben wel blij dat ik dan opgegroeid ben in een tijd... Nou, ik moet dat doen. Kijk, het enige wat bij mij echt vernacheld is, is mijn gebit. Ik heb mezelf helemaal gereprogrammeerd, maar mijn gebit. Ik heb in mijn kinderjaren ook veel te veel chocomelk, frisdranken, snoep. En mijn gebit is gewoon helemaal naar de... Naar de kloten. Naar de kloten. We zijn in Den Haag, dan mag het. Naar de kloten. Maar dat is dus wel, dat baal ik wel. Ik heb aardig al wat ingreep in mijn mondhol gehad. Nou, op hij een sterker gebit dan ik. Tenminste, hij krijgt gewoon minder suiker binnen dan ik. Ja. Maar ja...
ik verbaas me wel, want ik schreef bijvoorbeeld in 2013 toen met Wilfred Gené en zijn vrouw Lily het boek Vullen of Voeden. Ja. Ook over de juiste voeding voor het zwangerschap en de eerste jaren van het kind. Ja. Dat ook bijvoorbeeld dan in 7 jaar, dat verandert niets. Het wordt bijna alleen maar erger hoeveel ongezonde voeding erin. En ook op scholen met pauzehapjes. Ja, het blijft ik vind het soms ook wel een beetje verdrietig of eng. Dat daar eigenlijk niets verandert. En dat was volwassenen onze verantwoordelijkheid niet pakken. Nou ja, en dat is wel, want ik heb zelf dan 3 kinderen. Een van 21, 19 en 16. En die oudste is echt een health junkie, zeg maar. Ze gaan ook allemaal met mij mee. En ze moeten ook allemaal mijn events. Nou, ik heb gezegd, dit de 2 dingen die je moet in je leven. En dat is een keer dat je goed voor jezelf zorgt. En dat je een keer naar zo'n event gaat. En daarna mag je doen wat je wil. Je mag sowieso doen wat je wil, maar dat is opvoedkundig vind ik dat gewoon een must. Ik wil namelijk dat iedereen dat weet, dus zeker mijn eigen kinderen. En dan heb ik een practitioner, maar je hebt ook nog een master. En mijn kinderen gaan allemaal door, want die vinden het is ook echt zo leuk om daarover te leren en ook te zien hoe het snel en makkelijk kan en hoe dat gewoon. Nou ja, maar die oudste, dat is wel heel grappig. Die heeft dat dus al zo erin gesleten. Die neemt gewoon geen suiker. Die gaat iedere dag sporten. Die is echt zo gedisciplineerd en zo waanzinnig. En de middelste zit er een beetje tussenin. En de jongste, dat is dan de jongste meid dan nu. Die is echt, weet je wel, ze weet het. En die heeft nog een soort, die gaat ook nog een, die is nog niet naar zo'n event geweest, maar hoort natuurlijk alles wat ik zeg en wat ik doe. En die heeft dan die peergroup. En die peergroup die gaat naar de McDonald's. En die hebben lekker feestjes met Maltesers en M&M's en dingen. En dat ziet dan allemaal aan. En ik heb ook echt de kramp helemaal losgelaten. Ik dacht, Phil, jij geeft mee wat je mee kan geven. Dus misschien ook voor de mensen die nu kijken. Ja, ik wil dat iedereen zo gaat leven, weet je. Laat de verantwoordelijkheid waar die hoort. En wat je doet, waar je invloed op hebt, hè, je geeft het ze mee. Je laat het zien in gedrag. En dan weet ik weet namelijk zeker dat ze dat op gaan pakken. En die peergroep die hun identiteit nog laat ontluiken, die nog hun hele zijnsbestaan invulling geven, die is natuurlijk nog ontzettend van belang. Maar dan hoor ik van haar vriendinnen, en dat vind ik dan eigenlijk het allerleukste. Als zij mij dan horen, dan zegt ze, oh, dat zegt Jana, mijn dochter, ook altijd tegen ons. Dus zij zit eigenlijk die peergroep op te voeden over hoe het dan anders moet. En ondertussen is het nog een beetje zoekende van hoe ga ik er dan mee om. En dus ik denk vooral, hoe meer je het gewoon doet en lekker relaxter in bent, laat ze die eigen keuze, laat ze het maar gaan voelen. Ik zeg ook altijd, wat voel je nu in je lichaam? Is dit nou voldoeninggevend? Is dit wat je voelt? Om die bewustzijn te vergroten. Dus ik zeg dat kinderen zijn de spiegels van mijn ziel. Mm-hmm. Zij voeden mij op. En ik doe binnen mijn vermogen wat ik nu denk wat goed. En ik hoor je eigenlijk ook dat zeggen. Dus die zoektocht, die zullen mensen ook echt herkennen. Dus ga niet in de kramp, zouden we zeggen. Nee, dus mijn leven is daar absoluut ook niet perfect. Dat is ook wel soms wel lekker. Mensen denken soms dat ik als expert is goed, alles op orde. Jij hebt nooit natuurlijk een zakje chips of zo of iets. Ja, wel zeker. We hebben groentechips. Ja, groentechips. Maar ik eet zeker ook wel eens paprika en gewoon. Ik bedoel, maar dat eet ik niet vaak. Maar als ik het eet, kan ik er prima van genieten. Ja, en dat is weer de tweede. Als je het dan neemt, zeg ik ook tegen mijn kinderen, we hadden best wel eens een patatje. Zeg dan gewoon, oh, dit zijn de gezondste patatjes ooit. Hè? Ja. Want dan komen we in Mind Over Matter en dan komen we in dat stuk. Absoluut. Richard, volgens mij kunnen wij nog uren samen filosoferen. Dagen. Dagen. Ja. Ik geniet zo van jouw wijsheid, jouw kennis, jouw inspiratie. Oersterk. Ik dacht net meteen, ik word door jou weer dan helemaal enthousiast. Denk ik, oersterk op de scholen, oersterk. Gewoon die leefstijl veranderen of het nou oorsterk is. Maar dit moet gewoon naar buiten. En misschien wordt dat wel jouw, ik weet het niet, die volgende mooie missie. We zijn wel mee bezig op PABO's ook in het basisonderwijs. Er is al een oersterke minor. Ja. Oh, dus echt? Dat aanstaande je bent basisschoolleerkrachten dus ook die juiste kennis over voeding en leefstijl kunnen krijgen. Ja. Nou, ga door met die missie. Dankjewel. Hoeveel miljoen mensen waren dat ook weer? 1 miljoen mensen in 2022. Ik doe met je mee. Samen staan we sterk. Ik wil je waanzinnig bedanken. We hebben mooi gehoord hoe je leiderschap met korte ei kunt pakken over je leven. Ik zeg dankjewel, Richard. En dames en mensen, je weet het. Je kunt meer dan je denkt. Dankjewel.